welkom bij de Accenture Innovation Awards. Een dag lang zijn we al bezig vanaf vanochtend 9 uur en het loopt nu tegen een uur of 4. Het interviewen van bedrijven, organisaties, specialisten, noem het allemaal maar op. Een nieuwe gast aan tafel. Wie ben jij en wat doe jij? Goedemiddag, mijn naam is Sjoerd Kamerbeek. Ik ben advocaat bij Van Doornen Advocaten. En ik spreek hier vanmiddag met name over social entrepreneurship, social impact. Dat is eigenlijk waar ik me mee bezig hou van de dag. En leg dat eens uit. Waarom en hoe hou je je daarmee bezig? Ja, social entrepreneurship, het is eigenlijk een soort wat nieuwer fenomeen in Nederland. Iedereen praat er nu over, maar wij zijn een aantal jaar geleden begonnen hiermee. Social entrepreneurship is het ondernemen met een maatschappelijke doelstelling. Dus eigenlijk proberen een probleem dat er is, nou dat kan van allerlei aarden zijn, aan te pakken, maar dat te doen op een ondernemende manier. Dus niet afhankelijk van subsidies, maar echt een business case bouwen. En wij helpen hun daarbij om hun te faciliteren. Dus we richten hun vennootschappen op. We doen eigenlijk het normale juridische advies wat we bij andere partijen ook doen. Maar dan specifiek toegesneden op het sociaal ondernemerschap. En doe je dat als bedrijf dat of is dat jouw specialisme? Zeg maar? Stuur jij gewoon als mensen een entertainment bedrijf hebben, stuur je door naar zijn collega of stuur je ze door naar een ander bedrijf? Die stuur ik door naar een collega. Ja, wij zijn full service, dus wij adviseren alles. Mijn specifieke expertise is wel social entrepreneurship. Dus ik hou me eigenlijk exclusief daarmee bezig. Ja, maar wat zijn daar nou de specifieke vragen of problemen bij? Ja, er is een kernverschil, laten we altijd zeggen, tussen social entrepreneur en ondernemer, is dat je een maatschappelijke component hebt in de bedrijfsvoering. Dus de doelstelling is uiteindelijk een maatschappelijk probleem aan pakken. Bijvoorbeeld Tony Chocoloni die zegt, nou, er is slavernij in de cacaoproductie, wij willen die slavernij eruit. En wij gaan dus meer betalen aan onze boeren en we rekenen ook meer door aan de klant. Maar wij zeggen, dan kan je met zekerheid zeggen dat je de chocolade die je eet, dat die op een verantwoorde manier geproduceerd is. Nou, daar komt bij dat je soms afwegingen hebt tussen enerzijds financiële belangen als ondernemer, je moet wel winst proberen te maken, en aan de andere kant die maatschappelijke doelstelling. En dat kan op een gegeven moment strijdig met elkaar zijn. En daar helpen we ze mee om dan de juridische structuur ook zo op te tuigen dat uiteindelijk de maatschappelijke doelstelling gewaarborgd is binnen zo'n onderneming. Ja, en ik ben geen jurist, maar leg eens uit, wat voor elementen zitten er dan in zo'n structuur? Ja, dat is de BV Nederland kennen we. Nou, als we het over ondernemerschap hebben, dan heb je het over de BV. En de BV betekent wel dat het op een winstgerichte onderneming moet zijn. En social entrepreneurs zijn net ietsje anders. We hebben ook een maatschappelijke doelstelling. Nou, daar kennen we normaal dat die opereren binnen de stichting. Dat zijn goede doeleninitiatieven en dergelijke. Maar hier ontstaat een hybride vorm. En daarmee kom je dus eigenlijk in een soort spagaat. Moet ik of die BV, voor de juridische vakinhoudelijke jongens zoals ik is dat interessant. Ja. Moet je nou voor een BV gaan of moet je voor een stichting gaan? Nou, en daar adviseren wij hoe je dat toch binnen die BV kan houden, maar tegelijkertijd wel de waarborg hebben dat het maatschappelijke doel voorop staat. Concrete dingen die je dan met elkaar afspreekt. Nou, je schrijft een statutaire maatschappelijke doelstelling voor. Je kan aangeven dat bepaalde besluiten die gevoelig zijn, dat die alleen kunnen worden goedgekeurd door iemand die alleen dat maatschappelijke belang vertegenwoordigt. Je kan afspraken maken over winstuitkeringen die je beperkt, want dat moet terugvloeien naar het maatschappelijke doel. Ja. Nou, dat zijn elementen waarover wij dan adviseren en het comfort geven dat dat allemaal gedekt is. Ja. En wat maakt dat voor jou specifiek, voor jou persoonlijk zo'n leuk gebied, zo'n leuk terrein? Ja, ik vind het fascinerend. Kijk, ik denk dat ik werk binnen een groot advocatenkantoor. Nou, dat is heel traditioneel, die omgeving. Dat betekent ook dat de leiding van die organisatie, die ligt bij 30, 40 partners. Gemiddelde leeftijd toch wel echt boven de 45. En die komen uit een hele andere generatie. En ik ben wat meer van de jonge generatie. Je ziet dat daar zingeving een stuk belangrijker wordt. Relevantie wordt een stuk belangrijker. En dit is eigenlijk mijn manier om die relevantie in te vullen. Dus om mij bezig te houden met het verder brengen van dit veld. Ja, daar heb ik een passie voor. Ik zie initiatieven van de grond komen die ik graag zelf zou doen. Ja. Maar waar ik nu met mijn expertise een stukje bij kan dragen. Je noemt net al het voorbeeld van Tony Chocoloni. Kun je andere voorbeelden geven van bedrijven waarvoor je werkt? Ja, we werken bijvoorbeeld voor ABN AMRO. ABN AMRO heeft het Social Impact Fund opgericht. Dat is eigenlijk een bedrag dat zij ter beschikking hebben gesteld van hun eigen geld, waar ze investeringen willen doen in dit soort sociale ondernemingen. Met name ook om testresultaten te behalen. Om te kijken of dit soort ondernemingen ook daadwerkelijk de groei kunnen realiseren die ze willen. En zij doen dat dus ook op basis van impact investing principes. Dus zij accepteren een lager rendement, maar daar moet tegenover staan een meetbare maatschappelijke impact. Ja. Nou, daar werken we voor met verschillende investeringen. Text to Change is er één. Dat is een partij die in
met name in Afrika, probeert mensen die geen vast huisadres hebben en dergelijke te bereiken via sms'jes en boodschappen over te brengen als ga tijdig naar de dokter, gebruik een condoom, maar die dan weer te laten labelen met reclame vanuit grote corporates. Dus ja, op die manier dat businessmodel te doen. Nou, dat zijn voorbeelden van projecten waar wij ons eigenlijk mee bezighouden. Ja. Hey, social impact, je zegt het al, dus het houdt in, er is een, het begint eigenlijk denk ik met een problemen, maatschappelijk problemen, doelbereik problemen oplossen. Zijn dat zakelijk genoeg mensen over het algemeen? Zijn idealisten, zijn dat de beste mensen hiervoor? Heel eerlijk, nee, vaak niet. Ja. Dus als je ziet, hè, wij zijn heel veel bezig ook met de ontwikkeling van het veld. Dus wat voor ondernemers hebben we, welke omvang zijn die en door wie worden die geleid? En wat we veel zien is dat dit soort ondernemingen inderdaad geboren worden vanuit een ideaal. Ja. En vaak ook zijn de ondernemers zijn mensen die voorheen in het wat meer maatschappelijke veld werkzaam waren. En die zie je dat die heel goed zijn in het benoemen van het probleem, maar soms minder geëquipeerd zijn om een oplossing te verzinnen. Dat lukt vaak nog wel, maar ook om die oplossing met een bepaalde daadkracht er doorheen te krijgen, dat die onderneming ook een bepaalde schaal krijgt. Ja. En daar zien wij ook een rol voor ons weggelegd, om die mensen die bepaalde expertise hebben met het maatschappelijke veld, in contact te brengen met mensen die wat meer aan de financiële kant zitten. Ja. Of aan de juridische kant, dat is over het algemeen ook een onderwerp waar ze absoluut niet over willen praten. Nee. Maar het is een noodzakelijk kwaad wel om je onderneming van de grond te krijgen. Ja. Dus je zei het al, hè, ik ben van een andere generatie dan zeg maar de partners. Ik ben een generatie die dit soort dingen belangrijk vindt. Snap ik, geloof ik ook helemaal. Tegelijkertijd denk ik wel eens dat heel veel van die start-ups nu er eigenlijk gewoon een hoger maatschappelijk doel aan het bijverzinnen zijn, zeg maar. Omdat het is ook een trendy ding. Ja, dat is zeker waar. We noemen dat greenwashing. Dat is een heel groot risico. Dus dat iedereen er een sociale component bij verzint, want dat hoort er tegenwoordig bij. Hè? Je hebt geen ondernemerswedstrijd meer met gewoon ondernemers. Er moeten social ondernemers zijn. Ja. Dus daar moeten we echt op passen. Daar moeten we kritisch zijn. En we moeten dus ook kritisch zijn in het afdefiniëren van dit veld. Wat er wel onder valt en wat er niet onder valt. En ik denk alleen wel dat er iets aan het veranderen is. En het is niet in de laatste plaats gedreven door de consument. De consument die wil producten afnemen waarvan hij weet dat hij verantwoord is. En die is vaak, in ieder geval in Nederland op dit moment, bereid om daar meer voor te betalen. Tony Chocoloni is daar het levende voorbeeld van. Ja. En als je zo'n consument hebt die dit soort eisen aan jezelf gaat stellen, dan moet je wel. Nou, en dat is wat ik denk, dat ook al de mensen die niet echt extreem gepassioneerd zijn om het op basis van sociale principes te ondernemen, die nu zien, we moeten wel. Ja. En de informatievoorziening over en weer tussen bedrijf en klant is zo extreem, dat als je niet een geloofwaardig verhaal hebt in je sociale verhaal, dan prikt men zich daar doorheen. Ja. En dan heb je geen bestaansrecht in dat schap ergens in de Albert Heijn. Nee. Jij hebt net hier een verhaal gehouden, een keynote verhaal gehouden. Wat was het punt wat jij het publiek wilde meegeven? Ja, het kernpunt was dat we het stadium gepasseerd zijn waarin we ons richten op het minimaliseren van de negatieve impact van de organisaties en ondernemingen op de Nederland. Dus carbon footprint reductie, energie-neutraal opereren. Dat is een onder precondition. Dat is gewoon een voorwaarde waaronder je kan opereren. Waar we nu naar moeten kijken, in mijn beleving, is het inzetten van onze krachten als organisaties om zo groot mogelijke positieve impact te realiseren. Bijvoorbeeld door een organisatie als de onze. Wij moeten onze kennis die we gewoon hebben vanuit onze dagelijkse praktijk, juridische kennis, moeten wij inzetten voor initiatieven waarin wij geloven, dat kan een positieve impact hebben. Om een voorbeeld te geven, we zien in de cultuursector dat er ontzettend veel besparingen zijn op het ondersteunen van culturele stichtingen, bijvoorbeeld bij het Cobra Museum, die als gevolg daarvan grote voorstellingen weer niet meer naar Nederland kan halen. Nou, dan kan je zeggen, dan komen er geen grote voorstellingen meer, dan houdt het op. Ja. Want langzaam komen er steeds minder mensen, er is minder interesse. Nou, daar kan je ook anders naar kijken en zeggen, dan willen we geen gift, maar we willen sponsoren hebben die investeren in ons als culturele instelling, die eigenlijk dus betalen dat die voorstelling hier naartoe komt. En we spreken af, wij betalen jullie investering terug als er heel veel mensen naar deze voorstelling zijn komen kijken. Ja. Nou, dan denk je, dat is vrij simpel. Maar wat daardoor ontstaat, is dat die organisaties commitment krijgen om heel veel mensen naar die tentoonstellingen te krijgen. Dus wat zag je bij ons gebeuren?
Er gingen mailings bij ons, het kantoor uit, naar alle cliënten van jongens, ga naar die voorstelling. Ja. Intern werden er allemaal events georganiseerd, borrels werden georganiseerd. Ja, laten we dat maar bij het museum doen daar. En wat je dan ziet is dat het ongelooflijk druk wordt bij zo'n museum. Dat in de ticketprijzen alles weer terugverdiend wordt. Nou, museum tevreden, wij tevreden, want we hebben onze centen terug. En je hebt een hele hoop gepassioneerde mensen die naar dat soort musea zijn gegaan. Ja. Nou, dat vind ik nieuwe denken. Ja. En dat is leuk om, om in te zetten. Ja, mooi. Hey, ben jij ook evangelist intern bij jullie? Ja, ik probeer dit wel te verkopen. Kijk, er moet ook geld verdiend worden. Dus als iedereen zich bezighoudt de hele dag met dit soort initiatieven, dat is heel leuk en aardig, maar dan hebben wij zelf geen bestaansrecht meer. Dus daar geloof ik niet in. Maar ik geloof er wel in dat als we dit soort initiatieven, die vaak klein zijn en nog niet zo schaalbaar zijn, laten we zeggen dat daar 50 van mislukken en eentje lukt, dan verdienen wij echt wel weer onze fees weer terug bij die ene die lukt en er doorheen groeit. En ik geloof daarin. En ik, langzaamaan zie ik ook heel veel medewerkers, maar ook partners bij ons, die zeggen, ja jongens, de wereld is veranderd en we kunnen daar werkelijk wat bijdragen. Hey, als jurist zijn er nog hobbels te nemen? Moet de overheid een rol spelen? Zijn er barrières die nog geslecht moeten worden? Ja, dat is een interessante discussie. Het is een intense discussie ook over juridische maatregelen of fiscale regelingen moeten komen om dit veld te ondersteunen. Nou, je hebt een heel mooi onderzoek van McKinsey dat daadwerkelijk identificeert dat wat zijn de problemen bij ondernemers in de verschillende levensfases. Nou, daar komt juridisch altijd terug en fiscaal ook. En waarom fiscaal? Je zit op het snijvlak van publiek en privaat. Dus ja, overheidsgeld, geefgeld. Nou, dat wordt allemaal vermengd met ondernemersgeld. Dat maakt lastig. Nou, dus je hoort veel stemmen die zeggen, ja, er moet een aparte rechtsvorm komen. Waarin je enerzijds verankert de maatschappelijke doelstellingen en anderzijds een label creëert van, ja, dit is een sociale onderneming, dus we kunnen erop vertrouwen dat die op andere principes ondernemen. Is dat strikt noodzakelijk? Ik denk het eigenlijk niet. We zouden het graag willen, want het levert ons weer een hele hoop werk op. Maar laten we nou eerst eens kijken of dit het kernprobleem is. En dan denk ik niet dat het kernprobleem is. Het kernprobleem is veel meer, hoe krijgen we die idealisten tot ondernemers? Hoe trainen we die? Hoe zorgen we dat die financiële kennis hebben? Hoe krijgen we heel veel geld los om te investeren in dat soort ondernemingen? Opleiding en begeleiding in de breedste zin van het woord is eigenlijk wel belangrijk. Dat is voor mij nu een belangrijk punt. Nou, dan heb je fiscaliteit. Ja, dat wil elke ondernemer als je vraagt, zouden jullie fiscale regeling willen? Ja, iedereen wil dat. Maar daar moeten we heel erg oppassen. In hoeverre is de impact van een gewone ondernemer, om maar zo te zeggen, anders dan de impact van een social entrepreneur. Dat moeten we meetbaar gaan maken. Want we roepen het allemaal, we denken dat het anders is. Ja. Maar dat moeten we gaan valideren. En daar zijn wij nu met de Universiteit Utrecht mee bezig. Daar hebben we een bijzonder hoogleraar. Hebben nu de funding rond. Dus we gaan marktpartijen gaan dat financieren. Okay. Om een bijzonder hoogleraar aan te stellen die echt al dit soort claims gaat valideren op academische waarden, zodat we ook op de inhoud politieke partijen, als het nodig is, kunnen overtuigen van de relevantie hiervan. Dat kan onderbouwen. Hey, fantastisch, mooi verhaal. Nou, blij dat je hier wilde komen vertellen. En ik spreek je later ooit graag nog eens een keertje om te kijken hoe het in deze wereld gaat. Dankjewel, graag. Jullie bedankt voor het kijken. Ik denk eerlijk gezegd dat dit het laatste interview was vandaag vanaf de Accenture Innovation Awards. Je weet het, alle interviews zijn on-demand terug te kijken via fastmovingtargets.nl en via ons YouTube-kanaal. Daar staan de meeste inmiddels al op. En nou ja, ik dank jullie voor het kijken vandaag en tot de volgende keer.